Ik ben Esther Hermans, beleidsmedewerker bij de gemeente Bergendal. De gemeente Bergendal doet mee aan co-creatie omdat we het belangrijk vinden om samen met anderen te ontwikkelen en met elkaar een resultaat te halen. En in co-creatie bereik je meer dan alleen. De gemeente Bergendal heeft vast al vaker meegedaan in co-creatieprojecten, maar het is wel de eerste keer samen met Pink Rokade dat we op deze manier co-creatie vormgeven. De voordelen van werken in co-creatie zijn dat je met elkaar meer bereikt, dat je met elkaar de voortgang erin houdt en bovendien leert van elkaar. Ik word blij van het feit dat we toch in een redelijk korte tijd een mooie monitor hebben gemaakt met elkaar en dat deze monitor inzicht geeft aan de mensen binnen de gemeente over hoe het gaat binnen het sociaal domein. En daarmee krijgen we ook een stukje grip op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Wij gebruiken het dashboard van inzicht op verschillende manieren. Nu nog zie je dat vooral een aantal beleidsmedewerkers daar drukdoende mee is. Maar binnenkort gaan we ervoor zorgen dat ook de college en het raad het gaan gebruiken, althans er inzicht in krijgen. En dat we naast beleid ook het management van de uitvoering er gebruik van gaat maken. Waardoor we eigenlijk op alle niveaus in de organisatie op de eigen manier informatie kunnen krijgen vanuit de monitor inzicht. Wij zien inzicht het liefst staan over 3 jaar als een instrument wat dagelijks gebruikt kan worden en waarmee we vanuit inzicht en overzicht ook uitzicht kunnen hebben op de ontwikkelingen in het sociaal domein.